Oké, op naar de dierenarts. Oké, ik ben echt fucked. Ik heb mega veel pakketjes gekregen, dus ik dacht, laten we die unboxen. Laten we beginnen met een pakketjes unboxing. Kijk je nou een vlog van Gio? Kijk, hier hebben ze tenminste echt herfstspullen. Dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is net maandag en ik kom echt net uit werk. En mijn kamer is echt een bende, dus dat ga ik straks opmaken. Of opmaken, opruimen. Morgen heb ik mijn laatste werkdag, dus dat is natuurlijk super fijn. Dus na morgen kan ik ook lekker veel filmen. En in ieder geval gewoon ja, laten zien wat ik in de week natuurlijk doe. Het is nu 3:30. Ik mocht iets eerder weg, want er was eigenlijk niks heel veel meer te doen. Omdat ik natuurlijk alles al bijna heb afgerond. Ik heb mega veel pakketjes gekregen. Dus ik dacht, laten we die unboxen. Laten we beginnen met een pakketjes unboxing. Ik heb hier echt een bizar grote naked bestelling gekregen. Dus dat komt straks allemaal in een aparte video, een naked haul. En ik heb nog wel andere pakketjes, dus die gaan we lekker openmaken. Vorige week heb ik ook al een pakketje binnengekregen en ik kon niet wachten met die openmaken. Dus dat zal ik eerst wel laten zien. Zo, en het is even een andere dag, maar deze week doe ik geen weekvlog, omdat ik eigenlijk niks boeiends te doen heb. En volgende week heb ik mijn laatste werkdag, dus dan gebeuren er weer, nou ja, leukere dingen. In plaats van dat ik bijna elke dag werk, dus dan valt er niet veel te vloggen. Maar deze week heb ik dus wel een pakketje binnengekregen, dus ik dacht, die laat ik nu wel even zien. Dit keer hebben we een leuke tas. Oeh, en een paar oorbellen van roestvrij staal. Vervolgens hebben we ook een leuke kortingscode. Oh, nou, voor jullie ook een leuke kortingscode. Ik heb dus van Must Haves by Nina, heb ik vaak een maandelijkse samenwerking. En met de code FLOOR15 krijg je 15% korting op je bestelling en die is altijd geldig. Dus ik zou hem even in de beschrijving linken. We beginnen met het hele schattige envelopje. Oeh, wat cute. Kijk nou. Oorbelletjes. Dat is altijd handig en leuk, want ik hou van vlinders. En dat zien jullie in deze weekvlog wel. Waarom? En dan nog dit. Zo, dus ook tasjes. Dat wist ik helemaal niet. Ze hadden sieraden sowieso, maar nu ook tasjes. Kijk nou. Beetje cheetah tasje. Zwart. En het is echt van het zachte stof. En er zit dus een hele dikke band bij. Dit vind ik echt heel erg leuk. Nou, tadaa. Kijk hoe leuk. Moeten we nog wel iets groter of zo doen, maar ja. Dus bedankt voor het opzien daarvan. En nu gaan we weer verder met de weekvlog. Zo, nou, dat was dat. En dan nu de rest. Het zijn er namelijk 4. Het is echt bizar veel. Ik had als eerst wat besteld bij Asos. Namelijk een beetje een cognac beige kleurtje. Die zocht ik al een tijdje met een split. Eigenlijk zie je die nu heel erg veel natuurlijk overal. Ja, ik heb nu een langere besteld en ik weet niet of ik dit juist te lang vind. Dus ja, ik moet nog even goed kijken of ik deze hou. Maar ik heb hem in een maatje S en ja, verder is die wel heel chill. Dus die ga ik gewoon weer even opnieuw passen. Dus die had ik besteld. Dan had ik nog een heel erg leuk perspakketje gekregen van Bioderm'al. Kijk. Echt mega leuk. En er zitten dus 4 stappen in. Ik heb bij stap 1 de Bioderm'al Cleansing Mousse. Dan op stap 2 heb ik de serum. Ik ben best wel benieuwd naar deze producten. Het is echt zo'n lekker tubetje. Dus die, de serum. Nou, stap 3 heb ik ook een serum volgens mij. Oh, een dag gel crème. Let niet op mijn vingers trouwens. Ik ga donderdag mijn nagels weer doen. En in stap 4 zit de nachtbalsem. Dat is die. Dus dat heb ik van Bioderm'al gekregen. Super bedankt daarvoor. Dan heb ik net weer een doos binnengekregen. Tenminste, hij lag voor de deur. Oké, wat zit hierin? Oh my god, hier zit iets heel leuks in. En ik wist niet. Oh, wacht. Oh, heel leuk, ja. Oké, hi Floor, wat leuk dat je met ons wil samenwerken. Heel veel plezier met de goodie bag. We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat. Maar ik heb dus een samenwerking met hun. En hun verkopen dus allerlei make-up merken en zo. En zo dus ook Sleek. Ik ben benieuwd. Eventjes kijken. Oh, heel veel. Oh mijn god. Het merkje Kiss. Wimpers gekregen, nepwimpers. Heel leuk. Ik ga er even snel doorheen hoor. Oh, heel mooi. Nepnagels gekregen. Ja, ik gebruik ze zelf niet echt, maar heel mooi. Het is een beetje een bruinpaars kleurtje met gouden glitters. Die zit er in de goodie bag. Oh, van Sleek. Een
brons palet. Oh mooi, het is helemaal geen bronzing palet. Het is echt een oogschaduwpaletje. Kijk, van Sleek. Hele mooie gouden kleuren en zwart. Ik vind de gouden kleuren wel echt super mooi. Dan nog iets van Sleek. Highlighting palet. Dit is wel iets beter. Het is trouwens buiten ook zo grauw. Dus het beeld is ook echt super grijs. Maar oké. Okay. Heel erg mooi. Ik heb nog allemaal maskertjes en dingetjes gekregen. Echt bizar veel. En wat is dit? Argan-olie voor je haar. Oh, super chill. Topper. Oh, dit is een soort lipglossje wat je lipstick nog heen kan doen. Er staat een topper. Dus die. Oeh, heel erg blij mee. Super bedankt. Ja, ik heb hier samenwerking mee op Instagram. Dus mocht je me nog niet volgen op Insta, dat is @floordelver. Dus daar ga ik dan nog wel gauw content mee maken. Dus dat komt ook nog online. Envy, Envy. Who's your beauty? Nou, enig. Helemaal leuk. Zo, en dan zijn we weer bij het laatste pakketje. Het is echt bizar veel. En dat is van Sans online. Heel erg leuk. Toevallig vriendin van mij werkt bij Sans in Rijssen. En ze vroegen of ik iets wilde uitzoeken. En dat wil ik wel. Ik zou de items even allemaal in de beschrijving linken. Dus mocht je interesse hebben in een bepaald item, dan moet je even in de beschrijving kijken. Ze hebben namelijk van allerlei soorten merken. Mango only, echt van alles. Nou, ik heb als eerst heel erg leuk truitje. Het is een beetje een cropped model. En het is ook heel mooi, een beetje dat bruinige kleurtje. Het is gewoon een heel lekker zacht stofje met een V-hals. Dus deze trui, ik zou de aanbeelden wel hier doorheen monteren. Dus die heb ik gekregen en die heb ik in een maatje S. Dan heb ik heel erg leuk een beige kooltruitje. Ik dacht dus dat die echt helemaal beige was. Maar hij heeft dus ook gouden glitters. Dus ja, dat was niet per se waarvoor ik ging, maar misschien wel leuk voor de feestdagen straks. En goud is leuker dan zilver, vind ik, met glitters. Dat past gewoon wat meer bij mij. Dus ja, dat is deze super schattige kooltrui. Die is dus van de Only van Sans. En die is maar 25 euro in een maatje S. Dan heb ik nog een broek. Ik heb er nu een van Pieces. En die zijn ook heel chill. Het is namelijk gewoon een grijze, eigenlijk donkergrijze. Een beetje een skinny. Ik draag nooit skinny. Dus ik dacht, laat ik even één skinny kiezen. Deze. En die vind ik ook heel erg mooi qua wassing. Echt dat donkergrijze. Deze heb ik in een maatje S. En die kost €39,99. En dan heb ik nog echt heel erg chill een basic beige hemdje uitgekozen van de Only. Die was maar 5 euro. Hij is dus beige en ja, ik dacht dit komt altijd wel van pas onder die wikkelvestjes. Dus dat is dat hemdje. Dus dat was even mijn pakketjes unboxing. Check dus even de linkjes in de beschrijving. Nu, het is echt heel erg, kijk. Ik heb dus hier nog wat dingen liggen wat ik morgen ga geven op werk. En voor de rest allemaal kleding, pakketjes en dingetjes. Dus ik ga dit nu even allemaal opruimen en organiseren en allemaal een plekje geven. Kijk, dan heb ik nu even die broek aangetrokken. Het ziet er niet uit met het hemdje trouwens. Maar ja, kijk. Zo is die wel leuk. Maar hier zie je toch dat die veel te groot eigenlijk is. Of is dat dan wel leuk? Kijk, je ziet hier maar zo'n ding. Dus ik heb het gevoel dat die eigenlijk gewoon veel te lang is. Plus als ik zak, echt zo zak, zakt hij helemaal af. Dus ik denk dat ik hem toch terug ga doen. Echt super jammer, want ik wil zo'n broek echt heel erg graag. Maar ze passen mij nooit. Of ze zijn dus echt veel te kort, want ik ben 1,69. Of ze zijn dus echt zoals deze, is eigenlijk ook veel te lang. Want je ziet gewoon echt zo'n, hier zo'n ophoping. Oké, ik heb mijn kamer opgeruimd, zoals je misschien een beetje al kan zien. Vanavond ga ik lekker sporten, dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. En deze week ga ik ook heel erg leuk tattoo laten zetten. Dus dan ga ik jullie gezellig meenemen. Dat is namelijk donderdag. Even denken, morgen heb ik dus nog mijn laatste werkdag. Dus dan kan ik ook niet filmen. Dan ben ik tot 4 uur op werk schoon. En dan ga ik naar huis en dan ga ik weer sporten. Dus eigenlijk een beetje zoals vandaag. En ik moet ook nog wat dingen voor samenwerking doen. Dus ik moet nog even kijken wanneer ik dat ga doen. Nou, en dan woensdag ga ik de hele dag shoppen als het goed is. Weet het nog niet waar, maar we moeten ook even de persconferentie natuurlijk van dinsdag afwachten. En dan donderdag ga ik dus mijn tattoo zetten, daar heb ik heel veel zin in. Ik ga ook mijn nagels weer laten doen, dus dat is ook heel erg leuk. Ik heb dat namelijk gekregen als cadeau voor Lies, van Lies, dat ik een tattoo mag zetten. Maar dat leg ik donderdag allemaal nog wel uit, wat voor betekenis het heeft en wat het dan natuurlijk allemaal wordt. Ik ga nu even mijn haar stylen, want ik heb het gisteren dus gewassen en ik heb vanochtend geen tijd gehad om het te doen. Dus het was echt, ja, het zag er niet uit. Dus ik had er snel een staart gedaan voor naar kantoor. Dus dat ga ik nu even stylen, zodat het gewoon chill is voor morgen. En ja, dan ga ik mijn sportkleren aandoen. En dan ga ik straks
lekker sporten. Oké, ik ga nu mijn haar stylen. Maar echt super leuk, want ik mag namelijk zo'n goodie bag, wat ik dus net heb gekregen met die make-up, van Envy of Envy weggeven. Wat je daarvoor moet doen, moet je anders even mijn Instagram volgen. Want het is echt een super leuke winactie. Dus dat is heel erg leuk. Trouwens ook echt vet leuk. Dat is ook iets wat er nog aankomt. De oplevering van het huis van mijn vader is deze week met geluk. En anders begin volgende week. Maar dan kan ik eindelijk verder met de verhuisvlogs. Want er was nog een beetje wachten op bepaalde dingen. Dus dat is heel erg leuk. Dus dat komt er ook nog aan. En ik heb daar heel veel zin in. Want we gaan gauw het laminaat zo halen. En we hebben al een paar keer gekringloopt. En dat gaan we dus binnenkort ook nog allemaal weer doen. Dus deel 1 stond al online. Waar zijn mijn schoenen? Oh shit, die staan beneden. Van de verhuisvlog, dus die kun je al wel zien. Maar ja, nu gaat het ook echt met klussen en zo verder. En schilderen en laminaat leggen en kringlopen. En helemaal leuk. Ik vind het echt heel leuk om te zien. Dus dat komt er ook nog allemaal aan. Voor het outfitje is eigenlijk dit cropped sweatertje van de Chiquelle. Ik heb daar een sporthemd onder van waar ik sport. Dus ik doe crossfit. Daar krijg ik trouwens ook nog heel vaak de vraag over. Maar ik doe crossfit. En deze sportlegging is van Prozis. En die zit echt mega chill. Die heeft hier van dat ja, doorschijnende spul. Dus ik doe nu nog even mijn sportschoenen aan. Nou, mijn camera heeft echt vandaag moeite met focussen. En dan ga ik er eindelijk vandoor even een banaantje eten. En dan ga ik. Hi, moppies. Oh, schattig. Zit je helemaal onder. En Simba, die zit altijd helemaal onder het gras of zand. Hoe zit dat schatje? Onder het zaagsel. Ga ik jullie vanavond anders even zo opmaken. Dat is echt normaal. Ik ben thuis van sport, het was echt super zwaar. En ik heb nu al spier bij mijn kont. Dat is echt niet normaal. Maar ik ga nu even douchen, ik heb net gegeten. En er is dus een voorspelling gedaan van de maatregelen die ze morgen gaan doen. Hou er rekening trouwens mee. Als jullie dit zien, dan is dit een week daarvoor. Dus ja, misschien dat het nu al, wanneer jullie het zien, helemaal anders is hoor. Maar ja, ik zou dus woensdag... Ik kom helemaal niet aan mijn woorden. Ik zou woensdag gaan shoppen. Maar dat gaan we dus niet meer doen, want je mag gewoon niet zomaar met de trein en opa voer zo. Dus dat... Ja, misschien niet op. En waarschijnlijk gaat ook alles dicht. Zoals restaurants en zo. Dan kun je ook niet echt lunchen. Dus ja, dat wordt hem gewoon niet. Dus echt super jammer. Dus eigenlijk denk ik dat ik nu eten toch een saaie week tegemoet ga. Maar goed, het is niet anders natuurlijk. Ik ga even kaartjes schrijven. Die doe ik dan zo bij. En een kaartje. En dan ga ik nog wat lekkers meenemen en zo. Yes, dankjewel. Ja, lukt wel hoor. Dank je. De zakster. Gut. Nou jongens, ik ga me even snel parkeren. Het duurde lang nog joh. Maar ik heb even dus tijdens mijn werk, want ik ben nu gewoon aan het werk, even kipnuggets gehaald. En niet zomaar kipnuggets. Ik heb er 60. Dus daarom duurde het denk ik wat langer. Ik zal het zo even vertellen. Ik ben dus nu aan het werk, dus ik heb even snel kipnuggets opgehaald. Die heb ik hier. Het zijn er 60. Ik heb 3 keer 20 stuk. Want ik ben ongeveer met 8 man op werk. Nou, dan kan iedereen, laten we zeggen, misschien als er nog wat mensen komen, 6 stukjes. Waarschijnlijk meer, dus dat is top. En ik dacht dat is wel leuk, want elke vrijdag hebben we altijd een... gaan we friet en zo halen. En ik neem altijd kipnuggets. Dus ik sta echt op werk bekend als de kipnuggetmeid. Die altijd kipnuggets neemt. En toen was er ook een keer gezegd van ja, er komt een nieuwe chipsoort uit met kipnuggets smaak. Dus was al gelijk iets voor mij. Dus ik dacht, nou hoe leuk is het dan als ik wegga om mijn stijl af te sluiten en kipnuggets te geven. Zeg maar, in plaats van een taartje of zo. Ik vind het wel leuk. Het is heel heet, dus dat is top. Ik heb 20, ja 3. En ik heb 9 zoetzure sausjes gekregen. Dus helemaal top. Ik ga nu snel weer rijden. Zodat het lekker warm blijft. En ik heb ook nog voor mezelf even snel voor onderweg een hamburgertje. Dus die ga ik nu opeten. Het is trouwens dinsdag vandaag, sorry. Vanochtend was het heel vroeg. Nou, ben ik straks ook een keer weer vrij. Dus dat is heel erg fijn. En dan was dat op mijn laatste werkdag. Super jammer, maar... Nou, ik ben klaar met werk. Ik zit nu in de auto en ik ga nu naar Sanne toe rijden. Ik ga hem even ophalen.
Maar echt super lief. Ik heb nog een cadeaubon gekregen. En kijk hoe mooi deze inpakpapier is. Van Rituals en zo. Echt super grappig. Want ik had dus ook een machine met een Rituals en zo. Zo'n combi kaart cadeaubon gegeven. Dus dat was echt heel toevallig. Maar ja, ik vind het natuurlijk heel erg jammer. Ik heb hier heel veel geleerd. En ik vond het hier ook oprecht heel gezellig. En ik voelde me gewoon heel fijn. Maar ja, soms loopt het even anders. Dus ja, nu ga ik dus voor mezelf werken. Voor YouTube en zo. En Instagram. Dus dat is heel erg leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga nu naar huis rijden. Of naar Sander toe. En dan haal ik hem even op. En dan gaan we lekker nasi eten vanavond. En de persconferentie kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat daar allemaal van gaat komen. Doei! Jij bruin? Ja. Wat? Huh? Wat is dat? Hé, mijn oorbel. Die heb je waarschijnlijk al de hele dag niet. Met slapen uitgaan. Oh ja, oh, hoe zit dit dan? Dit zit gewoon door het gat heen. Oké, die doe ik straks even om. Ik heb 2 pakketjes binnengekregen. Wij hebben net lekker nasi gegeten. En ik dacht, nu maak ik dit even open. Verder gaan we vanavond eigenlijk niet zoveel boeiends doen. Alleen is nog de persconferentie kijken en verder niks. Dus dat. Ik begin met... Nee. Ik begin met deze. En dit is van Unite Wardrobe. Ik vind dat zo eng om open te knippen, maar het kan niet anders. Ik ben bang dat ik het hele ding kapot knip. Ik heb namelijk mijn zoekfunctie altijd op Unite Wardrobe aanstaan. Op bepaalde merkjes ook. En ook op Subdued. En toen zag ik... deze hoodie. Ik vind die heel mooi. Deze. Het is echt zo'n grijs. Met zo'n grijze washing. En AC/DC. 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 Deze. Dus die vind ik heel erg leuk. Ik heb het eigenlijk niet per se nodig, maar ik vond het wel heel erg leuk. En dan heb ik nog een pakketje ontvangen. Ga je nou mijn hoodie aan doen? Het is echt ongelooflijk. Je gaat hem echt niet houden hoor. Jij doet het altijd. Hij nakt altijd mijn hoodies. Hij past je wel. Hij is lekker groot. Ja, je gaat hem niet houden, want je gaat hem nu zo uitdoen, want ik ga hem aandoen. Jawel. Oké, dan heb ik... Hij is wel lekker warm. Wat zeg je? Hij is wel lekker warm. Ja? Hi Floor, heel veel plezier met alle items. Oh ja, van Team Fashion Novi. Fashion Novi is een Instagram account. Die vroeg of ik wat items opgestuurd wilde krijgen. Ben ik nou niet scherp. Dus ja, dat wou ik wel. En ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. Met de code FLOOR20 krijg je 20% korting op je bestelling. Ik zou de links even in de beschrijving zetten. Maar ik heb heel erg leuk. Ze hadden echt wel leuke items. En echt vet goedkoop. Heel veel in de sale. Eigenlijk alles zowat. Dit is een hele leuke trui. Beetje bruinig. Maar hij heeft dus van die... franjes. Maar dit moet je even aanzien. Want dit valt dan off the shoulder. Die heb ik in een maatje... wat is dit voor maatje? Gewoon, volgens mij was one size of anders een S. En deze was echt maar... wat was het? 15 euro of zo. Dus ja, check de beschrijving. Er zitten die gordijntjes aan. Ja, vind ik leuk. Dan heb ik een heel schattig tasje gekregen. Deze was ook echt maar 10 euro of zo. Het is allemaal echt vet goedkoop. Dit is een heel mooi suède tasje. Suède bruin met franjes. Dan heb ik dit super toffe spijkerhoekje gekregen. Ja, ik vind dit wel vet. Hij heeft dus van die vlammetjes aan de zijkant. Dus die in een maatje S. En deze was echt vet goedkoop ook. Oh, maatje M. Ik denk dat die wat kleiner viel. Volgens mij was die echt maar 6 euro of zo. Het was in ieder geval allemaal heel goedkoop. Ik hoop dat ik een pas deze broek gekregen. Een spijkerbroek. Met dus een split onderkantje. Dus dat heb ik gekregen. Dus vergeet zeker niet de kortingscode. Ik zal het even in de beschrijving zetten. En ik ga het nu gewoon even passen omdat ik daar zin in heb. Ja jongens. Perfect. Let niet op de combinatie. Maar dit truitje past echt perfect. Ik ben echt mega blij mee. Ik vind hem echt heel leuk. Dus die. De broek zit echt als gegoten. Niet normaal. Super stretch. En ik pas hem. Perfect gewoon. Nou, de trui zit echt top, de hoodie. Daar ben ik echt super blij mee. Nou, en het rokje. Maar die is dus eigenlijk echt wel veel te groot, zoals je kan zien. Oh, deze moet nog aan de ladder. Ah. Kijk je nou een vlog van Gio? I love you.
Zo, ik ben even snel in de stad. Ik heb uiteindelijk bij Sander geslapen. En ik ga nu... Hij woont dus in Rijzen. Dus ik ga nu even snel de stad in. Even langs de Magnolia. De kerk, die hoor je. Want ik moet even een Woodwick-kaars halen. Voor mijn vader. En hier is dus 25% korting. Dus dat is top. Dus ik ga even snel kijken. En ik heb trouwens echt heel erg leuk mijn nieuwe jassafasje in. Met deze hoodie. Ik vind het heel leuk. Ik ga straks mijn thuis nog even opmaken. Dat heb ik nu namelijk niet gedaan. Maar daar heb ik straks alle tijd voor. Oh, en ik heb nog een waardebon van een juwelier. Die heb ik ooit gekregen van die moeder. Met kerst volgens mij nog. Dus ik ga ook even daar kijken of ze wat leuks hebben. Dus ik neem jullie gezellig mee. Oh shit, mijn batterij gaat uitvallen. Jammer weer. Kijk hoe rustig het is. Niet normaal. Maar ja, ik moet zeggen... De winkels zijn net een minuutje open, dus ik snap het. Goed, ik ben geslaagd. Ik heb het hier naast me echt heel veel gehad uiteindelijk. Uiteindelijk heb je de Magnolia dus helemaal niet overal in Nederland. Echt maar een paar vestigingen. Dus ik kreeg er wat vragen over. Dus ik zou gewoon even kijken op Google of zo of er een vestiging bij jou in de buurt zit. Mijn favoriete winkel. En kijken hoe groot deze Woodwick kaars. Maar goed, die is voor mijn vader. Ik ga snel naar huis, mijn batterij opladen en eten. Ik ga heel snel filmen voor die uitvalt. Ik weet niet of die het haalt. Maar er waren dus 50% korting op bijna alles bij Magnolia. Dus ik heb twee van deze kommetjes gehad. Groot dezelfde soort. Waar je later iets in kan doen. Een sla of zo, whatever. Fucking mooi, kijk nou. Dus die, oh mijn god, snelle shoplog. En dan dus deze Woodwick kaars van mijn vader, de Fireside. 25% korting, fucking lekker. En ik heb hem voor mezelf ook nog in het klein gehad. Die had ook 25% korting. Oh, ik heb hem zelf ook, het is zo lekker. Ik zou hem hier beneden even linken. En van de juwelier heb ik deze oorbelletjes gehaald. Super mooi, die kun je dan mooi combineren met andere oorbelletjes. Nou, ik heb mijn camera even snel een klein beetje opgeladen. En ik heb mezelf opgemaakt. Ja, ik heb een beetje rood, maar dat past bij deze hoodie. Maar ik ga zo even mijn haar stylen of krullen, dat weet ik nog niet. Ik heb er wel tijd voor. Want ik ga om, het is nu 11:30, ik ga om 11:50, dus iets eerder. Ik ga met de konijntjes naar de dierenarts. Ze zijn niet ziek of zo. Tenminste, niet dat ik weet. Maar ze moet even ingeënt worden en dat ga ik wel gewoon doen. Dus daar ga ik straks even heen. Dus dan kan ik voor die tijd nog even mijn haar lekker doen, want nu zit het nergens na. En daarna ga ik lekker die naked shoplog filmen. En daar heb ik heel erg veel zin in. Want ja, ik ben echt benieuwd naar de items. Dus dat ga ik lekker daarna doen. Want dan heb ik gewoon alle tijd. En hoef ik nu niet snel te haasten. Ik zie een envelopje. Dus ik dacht, die gaan we even openmaken. Maar het is echt bizar klein. Wat is dit? Oh, dit is voor een samenwerking. Ja, het zijn nog wat ringetjes. Maar dat zien jullie later op Instagram of zo wel voorbij komen. Oh, en ik ga even andere oorbellen dingetjes in doen. Ik heb daar helemaal zin in. Oké, ik ben echt fucked. Oh, ik had dus gisteren zei Sander opeens, hey, een oorbelletje, kut. Dus hij was op mijn derde gaatje gegaan. En nu is die al dicht. Oh my god, hij is dus blijkbaar één nacht of zo niet in geweest. En hij is al dicht. Dus ik dacht, oh, die prik ik nu even door, maar... Dat prik je echt niet even door. Ja, hij zit echt helemaal dicht gewoon. Dus dat wordt weer opnieuw een derde gaatje schieten. Want ik heb echt heel hard gedrukt. En hij komt er niet doorheen. Nou, top. Oorbelletjes zitten erin. Deze kant niet. Ik ga nu mijn haar doen. Ik heb even mijn haar snel gekruld. Ik laat het nu even afkoelen. En dan ga ik het lekker uit. Nou ja, ik denk met mijn vingers zo uitdoen. Zodat het een beetje uitzakt. Maar ik heb dus nu nog... Kijken. Ja, heel naar. Het is nu 11:45. Ik zou nu in een uur... Want ja, je filmt echt niet langer dan een uur. Naked alvast kunnen filmen. En daarna de aanbeelden toevoegen. Maar aan de andere kant... Ja, dat moet toch lukken? Ik ben vaak maar een half uur bezig of zo. Oké, ik ga filmen. Doeg. Nou jongens, blijft bizar hoeveel plastic eraf komt, hè. Maar ik heb de video opgenomen. En die... Komt als deze vrijdag online, als jullie dit zien. Dus ik ga nu de beelden importeren en dan ga ik naar de dierenarts. Ik ben nog even snel wat broodjes in de oven aan het doen. Ik heb tijd. Want ik heb nog echt vet veel trek. Maar het is echt niet normaal. Weer een pakketje. En ik heb echt geen idee. Deze vlog staat wel een teken van een pakketjesunboxing. Zo niet normaal. Laten we hem snel openmaken. Het is trouwens ook niet normaal hoeveel deze week binnen is gekomen hoor. Dat is niet per se...
normaal wat ik heb elke week. Oeh, ja, ik weet wat het is. Ik moest ook net mijn legitimatie laten zien. Ik dacht, huh, waarom? Maar nu weet ik het weer. Ik mocht namelijk, super tof, Dr. Martens uitzoeken. Van Taft Shoes. Taft, geen idee hoe je het uitspreekt. Holy shit, kijk dan. Nou, ik heb ook grote voeten. Ik heb maar 39 en hij zei dat het wel... Dr. Mars moet je vaak een maatje groter, dus dan moest ik gewoon maat 40. Dus ik heb maat 40. Maar ik vind ze zo tof. Oké, op naar de dierenarts. Oh, ik vind het zo zielig met z'n tweeën zo'n dingetje. Oh. Gadverdamme, er zit fucking stront op mijn schoen. Van mijn konijnen. Goedemorgen jongens, het is donderdag en ik heb rode lippen. Tenminste, best wel subtiel. Ik heb net foto's gemaakt voor een samenwerking. En ja, daarvoor moest je een touch of gold. Of touch of gold, een touch of red. Maar ik ben niet heel blij eigenlijk. Ik ga vandaag mijn tattoo zetten en dat gaat gelukkig nog door. Maar dat heb ik gekregen van Lies als cadeau. Want dat wilde ik al heel graag. En nou ja. Oké, ik werd even onderbroken. Maar wat ik dus zei is dat Lisa niet mee kan naar de tattoo. En dat vind ik heel jammer. Want ja, het is wel haar cadeau naar mij toe. En het is een beetje gek of zo. Want nu heb ik letterlijk een tikkie moeten sturen van goh, de tattoo. Ja, ik weet niet. Het is gewoon heel jammer hoe het nou moet gaan. Maar ja, het kan natuurlijk ook niet anders. Maar ik weet niet. Deze week loopt helemaal anders dan het zou gaan. Gisteren zou ik shoppen, maar dat kan natuurlijk ook niet. En ik klaag niet hoor. Dat niet. Maar ja, we moeten ons gewoon allemaal een beetje aanpassen. En goed. Maakt ook niet uit. Ik krijg in ieder geval mijn tattoo. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik zou anders daarna wel... Nee, ik vertelde voor wel even wat het... Jezus, ik ben aan het kutten. Wat het allemaal betekent en hoe en wat. Goh, ik ga er even bij zitten. Ik ga trouwens bij Lost Ink. En dat is in Heerde. Dat is een uur rijden voor mij. Maar zij is heel erg gespecialiseerd in fine line. Dus ik ben heel benieuwd. En het wordt ook echt een fine line tattoo. Het wordt heel klein, echt heel klein, minimaal. Maar ik kan echt niet wachten. Ik ga jullie het eerst laten zien. En dan ga ik vertellen wat de betekenis ervan is. Zodat jullie dat weten. En ik vind dat leuk om te vertellen. Of tenminste mooi om te vertellen. Ook precies op die plek eigenlijk. Bij mijn enkel. Goed, een vlinder. Nou, zoals jullie al wel weten waarschijnlijk. En zo niet. Bij deze, ik heb het al wel vaker verteld. Heb ik vanaf december echt heel erg gestruggeld met mijn mental health. En met paniekaanvallen. Met burn-out klachten. Met... van alles wat eigenlijk op deze leeftijd best wel heftig is. Ik was toen destijds nog 18 en ja, heel gedoe. En ik wil hier trouwens ook een aparte video over maken. Omdat ik heel veel vragen erover krijg. Van meiden die tips willen en echt bizar veel. En ik heel klein beetje durf te zeggen dat ik het een beetje onder controle heb. Ik durf het echt niet hard te zeggen en je weet het namelijk nooit. Maar het gaat eigenlijk heel goed. Echt heel goed met mij. En daar ben ik... zo blij mee. Dat had ik een paar maanden geleden tot een half jaar geleden absoluut niet verwacht. Dus ja, ik wilde ook pas een video hierover gaan opnemen. Met al mijn tips en tricks en verhaal. En echt alles omtrent dit thema, zeg maar. Als ik het onder controle heb en echt een beetje ermee klaar ben, zeg maar. Met dat hele proces. Want ik denk dat als je tijdens dat proces een video erover gaat maken, dat... je heel veel ook nog niet echt kan vertellen. Want het helpt misschien niet. En ja, ik weet niet. Je wil eerst ervaring hebben voor je iets aan anderen kan vertellen daarover. Tenminste, zo sta ik erin. Dus dat komt allemaal nog. Maar even tot de orde blijven. Ik heb me echt nog nooit zo slecht gevoeld. En het was echt een heftige periode. Ik heb nog nooit, denk ik, zoiets heftigs meegemaakt. Ik zag het allemaal soms echt niet meer zitten. Dat ik echt dacht, wat de fuck allemaal. En ja, het was gewoon best wel... heftig voor mijzelf. En ik zocht echt ook dingen om kracht uit te halen. Om zeg maar verder ook te gaan. Qua energie krijgen en zo. En nou ja, dat kreeg ik destijds heel erg van programma's kijken. Ja, dat klinkt heel stom. Maar dat was het enige waardoor ik mijn mindset zeg maar even weg kreeg van mij. Lichaam zeg maar. En dat duurde dus maar heel eventjes, want dan was ik al heel snel weer afgeleid. Maar toch, die paar seconden dat ik gewoon even niet nadig was, heerlijk. En dat had ik dus met programma's kijken heel erg. Op een gegeven moment, toen ben ik mij echt... Ik ben altijd al een vlinder persoon geweest. Ik heb ook heel erg veel... ik weet niet... symbolen voor vlinders.
toen mijn opa is overleden, toen zag ik ook een vlinder bij zijn graf, zeg maar. En dat heeft zo'n indruk toen op mij gemaakt dat ik sindsdien al echt gek ben op vlinders. Ik heb in Costa Rica gewoond en daar had je ook heel veel vlinders. En daar zit ook een vlinder op mijn broekje, bikinibroekje. Daar heb ik nog een foto van vroeger. Het was echt nog baby, echt super schattig. En we gingen toen altijd naar de vlindertuin en dat vond ik helemaal geweldig. En zo met dat graf en zo. En dat is daarna ook een keer bij een begrafenis gebeurd. Dat ik weer in de kerk een vlinder zag, dat ik echt dacht, dit kan niet anders. Dit is gewoon echt een teken. Dus ik voelde me ellendig. En toen zat ik in de auto en ik kreeg opeens een ingeving van wat betekent eigenlijk een vlinder? Wat is de spirituele betekenis daarvan? Dus dat ben ik gaan opzoeken. En ik vond dat zo mooi en zo goed bij me passen dat ik echt dacht, dit geeft mij zoveel kracht. Alleen al dat ik erover nadacht, dat maakte gewoon echt even mijn dag of zo. Het enige sterke puntje wat ik, zeg maar, waar ik echt kracht uit kon halen in die dagen. En dat was dus de vlinder. En dat vond ik zo bizar. Dus toen ben ik dus die spirituele betekenis gaan opzoeken. En dat betekent dus eigenlijk, kort gezegd, dat een vlinder die verandert van een cocon naar iets heel erg moois natuurlijk. Een mooie vlinder. En die verandering, dat proces, ja, het is gewoon een heel proces voordat die vlinder wordt. En dan wordt hij eigenlijk iets heel moois en hoopvols en krachtig. Want hij kan zichzelf lekker fladderen in de lucht, laten zweven. Helemaal mooi. Maar goed, dat proces dus van heel teder en in een cocon om zich heen gekropt, zeg maar, naar iets moois en vrij en krachtig en hoopvol. Die verandering in je leven, zeg maar, dat zie ik ook heel erg bij mijzelf. Ik ben heel erg veranderd in de afgelopen half jaar, durf ik wel te zeggen. Ik ben er heel krachtig door geworden. En ik merk gewoon dat ik daar heel veel betekenis uit had. Dus dat ik van iets heel erg heftigs en wat heel erg om mij heen greep naar iets ben gegaan wat helemaal openbloeit. En ja, waar ik eigenlijk alleen maar sterker door ben geworden. Zo, het klinkt misschien allemaal heel heftig voor jullie. Maar ja, voor mij is dit gewoon echt, het past gewoon zo goed bij mij. Dus toen ik dat allemaal zo op mijn plekje kreeg en daarachter kwam, dacht ik, dit wil ik voor altijd bij mij dragen. Dus heb ik besloten om een tattoo te zetten. Echt een mini, heel klein. En dan wil ik dus ook bij mijn enkel, want ik sta met beide voeten op de grond. Krachtig, bla bla. Dus ik dacht, enkel is een leuk plekje. Ik wil het eerst hier tussen mijn vinger doen, maar dat is het heel erg afgeraden, omdat het heel erg gaat vervagen en niet mooi wordt op den duur. Dus daarom mijn enkel. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ik vind het zelf wel mooi en als jullie het niet mooi vinden, prima. Maar ik vind het zelf wel heel erg mooi. Dus dat ga ik laten zetten. Zo, het is een heel verhaal geworden. Ik ga nu even snel weer mijn kamer opruimen, want het is echt een bende. En de rode lippen denk ik er ook afhalen. En dan ga ik straks lunch maken met vega kip in een wrap. En dan ga ik naar hier de rijden. Ik draag trouwens echt vet leuk dit kooltruitje van Chiquelle. Met deze leren broek, joggingbroekachtig van Shein. Maar ik heb nu nog mijn sokken eronder. Maar dat ga ik straks vervangen door witte gimpen. We zijn er weer een tijdje verder en het is alweer namiddag. Ik heb de hele auto stofgezogen, schoongemaakt. Het ruikt super fris en het is weer helemaal schoon. Dus ik ga nu mijn tattoo laten zetten. Ik ga nu richting Heerde, een uurtje rijden. En vanuit daar ga ik naar mijn vader. Dat is een half uur rijden. Ik ga eerst even pinnen, want je moet contant geven. Dus dat ga ik doen en ik ben heel erg benieuwd. Ik ben totaal niet zenuwachtig eigenlijk. Maar ik ben vooral benieuwd hoe het eruit gewoon komt te zien en hoe lang het duurt en ik weet niet. Ja. Nou, ik weet niet of je me hoort, maar ik sta in het tuincentrum. Kijk, hier hebben ze tenminste echt herfstspullen. Zo leuk. Haar afspraak was, hoe noem je dat? Vertraagd. Dus ik moest even wachten, dus ik dacht ik ga even het tuincentrum in. Ik hou hier echt zo erg van. Zo leuk. Deze hamsterhokken zijn ook vet. Die lijken echt op mijne, maar deze zijn echt vet ingericht. Een prachtige hamster. Ja, je mag het echt zo strak mogelijk houden. Nou jongens, ik ben klaar. Ik ben er zo blij mee. Zo mooi. Ik laat hem nog wel een andere keer goed zien.
Ik ga nu snel mijn mondkapje erop doen en naar de Jumbo rijden. Want dan haal ik even Beetpantenzalf, want dat moet ik gebruiken. En Uniqlo of Uniqlo zeep. Daarmee moet ik het schoonmaken. Dus dat ga ik nu even snel doen. Maar echt super leuk salonnetje. En ik heb trouwens zelf voor betaald. Dus geen sponsor iets. Trouwens, mijn vriendin heeft ervoor betaald. Het was een verjaardagscadeau. Maar echt heel blij mee. Ze heeft ze zo mooi gezet. Zo fijn. Zeg maar echt fine line. Super mooi. Tada! Ja! Je moet even ruiken. Ik wil je eerste indruk. Mmm. Vind je lekker? Ja. Wow. Ik heb echt net nog wat producten ontvangen van Poepa. Echt super leuk. En ik heb een kortingscode voor jullie. Want met Floor15 krijg je 15% korting op Poepa. Echt super chill. Ik heb een hele mooie lipstick. Die heb ik hier al getest. En die heb ik eraf gehaald. Super mooi nude kleurtje. Mascara. Een hele mooie champagne-achtige paarsige ogenschaduw. En nog een hele grote bronzer. Super chill. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb net mijn nagels laten doen. Super mooi. Rood met gouden folie. Ik ga namelijk volgende week heel veel adventkalenders unboxen. Dus ik dacht, lekker toepasselijk. Dus heel erg blij mee. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik zag namelijk dat ik genoeg beeldmateriaal had. En eigenlijk ga ik ook niet zoveel bijzonders meer doen. Ik ga vanavond alleen naar Sander. En voor de rest niet heel bijzonder. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik doe even een duimpje omhoog als jij hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat vind ik heel erg leuk. En even kijken. Deze video komt dinsdag online. Aankomende vrijdag komt de Naked Haul online. En dan die dinsdag daarop Shein Shop Blog. Super leuk. Die staat al echt 4 weken gepland of zo. Dus die komt eindelijk online. Dus dan weten jullie dat alvast. Nou, groetjes.